Nou, we hebben op basis van de onderzoeken die we hebben gedaan in de praktijk, practice-based evidence, hebben we een minor ontwikkeld die nu al een jaar of drie loopt, zowel in Rotterdam als in Leiden. Een minorpassend onderwijs waar veel aandacht is ook voor talentontwikkeling en begaafdheid en meerbegaafdheid. De succesfactoren daarvan willen we nu inbedden, zijn we nu aan het inbedden in het MAJO-curriculum, omdat eigenlijk elke PABO-student en elke leraar dit zou moeten kunnen. En dan hopen we meer tijd over te houden om in die specialisatiefase nog iets dieper in te gaan op een aantal vaardigheden en talenten, zodat mensen zich echt kunnen specialiseren. En vervolgens hopen we dat ook in bij- en nascholing verder door te kunnen zetten. Het leren is iets heel belangrijks voor toptalenten. Het kan zijn dat voor toptalenten eerder in hun schoolcarrière het soms